Een visje, hé. We zijn een visje. Maar dat is eigenlijk een persoonlijke, dat Chile eigenlijk niet vrij content mee was, maar het is een rebus. Kijk. W en anker, de W van William, maar W, wanker. Hey. Chile zegt van, oh nee, dat is niet echt. Maar ik zeg, ja, kijk, ik ben een comedian, niet. Ja, we staan helemaal vuil geteend, omdat dat eigenlijk, ja, waarom? Het schijnt dat dat in de visserij zo is, dat mensen tatoeages zetten als ze overboord gaan. Dat hun lichaam daar herkend zou kunnen zijn. Het is misschien wat clichématisch, maar kijk, dat is hier van in het gevangen dan zo gezegd op mijn hand. Dat ik in het klot gezeten en lost. Eerst wilden ze love zetten, moet ik zeggen. Of hate. Geit, maar dat zou zo typisch zijn, zet maar lost. Ik zie dat her, die serie. En ja. Dat is wel een keer tof om maar zo rond te lopen. Uit vergelijkt met andere dingen, andere manieren dat ik alleen moet rondlopen. Op dit moment zit ik op televisie met een blonde, kiezige kop. En daar heb ik ook vier man mee moeten rondlopen. En dan zo rondlopen. Allee ja. Daar val ik met mijn korte mong in de winter rondlopen. Gewoon voor te zeggen tegen de mensen het pas heb. Maar ze gaan nu te weg. Dat is goed, hé. Dank je. Zou je dat niet herinneren ook, tatoeages? Alleen het is geen iemand interview, zeker. Alles over de Belgische cinema op cinevox.be.